Hallo, hoe heet jij? Mijn naam is Martin van Woordeldonk. Oh, superleuk. Ik zie hier TWC staan. Wat betekent dat? TWC, dat is de afkorting van Toeristenwielerclub Asten. Oh, superleuk. En tot welke leeftijd mogen we meedoen? Nou, hier aan de fietsdriedaagse mag iedereen meedoen. Vanaf als je kunt fietsen tot 80, 85, 90, zolang als je kunt fietsen mag je meedoen. En mag je ook een elektrische fiets mee? Natuurlijk mag je met een elektrische fiets, want ik denk dat de meeste mensen hier wel op een elektrische fiets komen. Het loopt nu een beetje, dus het weer is goed, dus we verwachten wel een flink aantal deelnemers. Ja, en hoe laat beginnen ze met fietsen? Nou, de mensen kunnen nog starten, iedere dag van tussen 9:30 en 13:30 smiddags. Nou, bedankt voor de interview. Graag gedaan. Hoeveel kilometers gaan jullie fietsen? 35. Oh, superleuk. En hebben jullie al vaker meegedaan? Ja. Ja, dat doen we samen met de vrouwengroep, met al die vrouwen. En krijgen jullie ook een vlaggetje? Ja, dat krijg je automatisch. Nou, super. Veel plezier. Dankjewel. Bent u het vlaggetje eraan aan het hangen? Ja. Zit hij goed vast? Nou, ik denk het wel. Ja, dan veel plezier. Dankjewel. Gaan de kindjes mee fietsen? Ja, achterop. Superleuk. Ja, vinden jullie het ook leuk? Ik vind het wel. Ja, die vinden het ook leuk. Hoeveel kilometers gaan jullie fietsen? We beginnen met 35. Wow. Dus dat vinden wij al een mooi tocht, ja. Ja, hebben jullie vaak meegedaan? Ja, al aan jou de afgelopen jaren niet, maar de jaren ervoor wel, altijd. Dat is altijd wel heel leuk. Oké, nou nog veel plezier. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Fiets je voor de eerste keer mee? Ja. Hoeveel kilometer ga jij fietsen? 35. Wow. Kan je het er wel volhouden? Ja. Nou, nog veel plezier. Dankjewel. Jullie zijn met z'n drieën aan, twee fietsen. Ja, we hebben drie fietsen bij. We zijn met z'n drieën, maar er komen er nog drie bij. Laurie en Peter en nog een Peter meer komt ook nog. En dan zijn we met z'n zessen. Het is veel gezelliger om met z'n zessen te gaan, toch? Ja, en hebben we ook fietsen mee? We hebben de fietsen mee, ja. Kijk eens, hier staan er al twee. Die andere komen ook met de fiets. Ja, ja, die andere komen ook met de fiets. Ja, nee. Maken er een gezellig dagje van. Kijk, dat doen we. Hè? Nou, nog veel plezier. Dankjewel. Hé, hey, koffie drinken. Het is toch fietsen? Ja, het is fietsen. Ja, dat klopt. Gaan jullie ook mee fietsen? Ja, zeker. Maar moeten jullie dan nou nog niet beginnen? Strakjes, ja, als de koffie op is. En hoeveel kilometer gaan jullie fietsen? 45. Wow. En hebben jullie dat al vaker gedaan? Ja, ja. We doen ieder jaar bijna mee. Ja. Nou, nog veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Krijgen ze een appeltje voor de dorst? Ja, ze krijgen allemaal een appeltje voor de dorst, als ze willen. Wat moeten jullie hier doen? Appels uitdelen. Oh, superleuk. Ja, als ze ingeschreven hebben. En hoeveel appels zijn er al weg? Nou, al drie kisten. Al drie kisten. En hoeveel moeten jullie er nog gaan? Ja, ik weet niet hoeveel mensen dat er komen, dus misschien zijn het heel veel. Dus we wachten even af. Ja? Zes kisten met appels. Hoi, en daarom 12. Nou, dus we hebben nog een hele stapel. We hebben nog een hele stapel te gaan. Kijk maar eens hoeveel dat er nog staan. Ja. Ja, dus dat wordt een gezellige dag vandaag. Wat hebben jullie net opgehaald? Een kaart. En. Ja, ja. En heb je er veel zin in? Ja. En hoe oud ben jij? 6. En jij gaat achterop? Ja. Wow. Nou, nog veel succes. Wat bent u aan het doen? Wat zegt u? Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het inschrijven. Oh, en hoe moet dat? Dan moet je gewoon, krijg je een kaartje daar bij de ingang. En dan ga je hier je naam opzetten en je geboortedatum. Want grijze mensen krijgen korting. En dan je woonplaats. En dan gaan we voor 3 dagen inschrijven. Oh, superleuk. En waar moet je dat kaartje dadelijk laten? Daar gaan wij ginds een grote tafel. En daar denk ik dat ze daar wel raad mee weten. En daar moeten we ook betalen. Oké. Ja,
fijne dag. Ja, jullie ook. Dankjewel. Hoi. Hoi, hallo. Wat doe jij hier? Ik doe hier de kaart verdelen. Komen ze binnen en als ze dan niet ingeschreven hebben, dan krijgen ze van mij een kaart. En dan moeten ze die invullen. En dan gaan ze daarvoor aan de lange tafel gaan ze betalen. Doen jullie dat vaker? Ik doe dat hier 3 dagen. Vandaag, morgen en een donderdag. Oh ja, en is het druk? Nou, het is, ja, er zijn er alweer best al weer weg. Oké, nou nog veel succes. Dankjewel. Hoi. Hallo. Hoeveel kost het voor 3 dagen mee te fietsen? Voor 3 dagen fietsen kost het 9 euro voor volwassenen. En als ze boven de 65 zijn of beneden 12, dan kost het 8 euro. En als je 1 dag fietst, dan kost het 4 euro voor een volwassene en 3 euro voor kinderen tot en met 12. En waarom hebben jullie een stempel? Waarom we een stempel hebben? Als zij hier starten, dan zetten wij een stempeltje, dan weten ze dat ze weg zijn. En als ze op de controlepost komen, dan krijgen ze weer een stempeltje en dan krijgen ze consumptie. En dan weten we dat ze die consumptie hebben gehad. En als ze terugkomen, dan krijgen ze weer een stempel, dan weten ze dat ze weer binnen zijn. Zo doen we dat. En heb je al veel stempels moeten uitdelen? Ik heb al heel veel stempels moeten zetten, maar we zijn op dit moment met 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen, 7 mensen aan het inschrijven. Dus ik weet niet precies hoeveel, maar ik heb er al heel veel gezet. Al een heel stapeltje. Ja? Ja, nou nog veel succes. Ik dank je wel. En jij ook, hè? U zit met de handen over elkaar, heeft u niks te doen? Nee, ik heb niks te doen. Ik zit voor de voorinschrijvingen. En wat moet ze daar dan doen? Gewoon als de mensen hier komen, dan moet ik ze de kaart geven. En er zit alles in, stempelkaart en alles. Kunnen ze zo weggaan. Oh ja. Zijn er al veel mensen gekomen? We hebben ruim 100 voorinschrijvingen. En verder weet ik het niet. Oh ja. Dus ze zijn echt heel druk. Ja, heel druk. Er komen regelmatig mensen binnen. Zijn er nog meer mensen die jou helpen hiermee? Nee, ik doe dat alleen een keer. Oké. Dank u wel. Doei. Doei. Hoi. Hallo. Heeft u er zin in? Ja, ja. Hoeveel kilometer gaan jullie fietsen? 45. Wow. Nou, nog veel succes. Dank u wel. Hoi. Hallo. Waarom staan de prijzen hier? Nou, die prijzen die zijn voor de puzzel. De mensen die 3 dagen inschrijven, die krijgen een puzzelblad mee. En dan mogen ze vandaag en morgen de puzzel invullen. En dan leveren ze die morgen bij ons in. En dan worden er op een gegeven moment 10 prijzen uitgehaald. 10 kaarten worden er uitgetrokken voor de mensen die de goede antwoorden hebben gegeven. En die maken dan kans op deze prijzen. En mag je zelf kiezen of is het bij eerste die prijs? Nee, ze mogen niet zelf kiezen. De prijzen worden door ons getrokken en wij kiezen eerst op een gegeven moment de kaarten. Dat is dan de eerste prijs, dan de tweede kaart, tweede prijs, derde kaart, derde prijs. Op die manier werkt het. Oh ja, en welke is voor de eerste prijs? Een heel goede vraag. Staat er ergens op. Dit is de 9e prijs. Je ziet hier 9 staan. Hier staat het hier is de 4e prijs, 10e prijs. Oh, en dit is op een gegeven moment een multigrill. En dit is de eerste prijs. Wat bent u aan het doen? Ik ben een stukje aan het schrijven in het gastenboek. En wat is dat? Voordat ik het altijd heel gezellig vind bij de fietsdriedaagse. En dat wij al jaren meedoen. Hey. Heel gezellig. En hoeveel kilometer gaat u vandaag fietsen? 45 of 60. Dat weet ik nog niet precies. En met hoeveel gaan jullie fietsen? Met 4 personen. Oh, superleuk. Nou, nog veel succes. Ja, fijn. Dankjewel. Jij ook, hè? Hoi. Mag ik een hele onbeleefde vraag stellen? Ja. Hoe oud bent u? Ik ben 83. En doet u mee met fietsen? Ja. Oh, superleuk. En met hoeveel gaan jullie fietsen? 35 kilometer. Met wie ga jij allemaal fietsen? Ik ga alleen. Oh, dat is ook leuk. En nog veel plezier. Ja. Hoi. Hallo. Waarom zit u hier? Wat denk je?
Wat moeten jullie hier doen? Ja, wij moeten hier, er komen fietsers aan en die moeten hier komen en dan krijgen ze een stempel. En bij elke post zijn er in Assen, krijgen ze ook een stempel. En hier komen ze allemaal bij elkaar, van de 60 kilometer en de 45 en de 35 kilometer. Oh ja, dus dan moeten we stempels uitdelen. We stempels uitdelen. En dan zeggen we ook meteen tegen de mensen dat ze hier rond moeten lopen, dat ze naar de dieren kijken. Want hier hebben ze heel veel dieren. Ja, en hier... apen en alles, hè. Ja, mag hier iedereen iets uitpakken? Ja, dan mogen ze allemaal een rolletje pepermunt of twee van deze pepermunt. En voor de kinderen heb ik altijd zelf lollies. Dus ik mag dat ook. Jij mag van mij gerust een lolly pakken. En die meneer mag ook wel een lolly. Want oude mensen willen ook graag lollies. Dankjewel. Hoi. Hallo. Wat hebben jullie hier allemaal? We hebben hier allemaal lekker gebak en wafels. En daar hebben ze nog soep en broodjes. En dat is allemaal voor de fietsers dadelijk. Oh ja, en hebben jullie ook drinken? We hebben ook drinken. Kijk, hier hebben we drinken en hier achter. En koffie en thee, we hebben van alles. Hebben jullie ook warme chocomelk? Die moet je binnen, kan je binnenhalen. Oké. Heeft u de wafels zelf gemaakt? Ja, de wafels maken wij allemaal zelf. Oh, dat is super leuk. Ja. Wat moet jij hier doen? Wafels verkopen en gebak verkopen. En koffie en thee en drinken. Oh ja, superleuk hè? Ja. En nog veel plezier. Dankjewel. Is dit zelfgemaakte soep? Ja hoor, de soep komt uit onze eigen keuken met verse balletjes en verse soepgroenten erin. En we hebben tomaten en we hebben groentesoep met balletjes. Oh, superlekker. Ja, zeker. Echt wel. En welke is het meeste gepakt? De meeste wordt toch wel tomatensoep gepakt. Zullen we eens een kijkje in de pan doen? Ja. Even kijken of het lukt. Ziet hij er goed uit of niet? Ja. Wil je hem ook proeven? Oké. Nou, gaan we dat doen. Kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoi. Hoi. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn lekker uitje aan het bakken voor de hamburger straks. Nee. Oh, super lekker. We zijn hamburgers aan het bakken voor de mensen. Oh ja. En die gaan we dan uitdelen. Oh, en zijn er al veel uitgedeeld? Nee, nog niet. En dan kunnen mensen vragen waar ik de saus allemaal. Ja. Nog veel succes. Dankjewel. En is het zwaar geweest? De fietstocht? Ja. We hebben 25 kilometer gefietst. Precies tegen de wind in, van Deurne naar Zomerheide. Dus het was hartstikke zwaar. En hoeveel kilometer gaan jullie nog fietsen? Dadelijk denk ik nog 30 of 35. Oh, en dan hoop je dat de wind gedraaid is. Dan krijgen we de wind mee, dus we hopen niet dat de wind draait. Oh! We hebben gewicht tegen, en dat willen wij niet. Nee, maar ik bedoel juist dat dan... Nee, dan krijgen we juist de wind mee. Dus het komt allemaal goed, ja? Ja, nou, nog veel plezier. Dankjewel, jij ook, hè. Heel veel plezier. Hoi. Hallo. Hebben jullie gefietst? Ja. En hoeveel kilometer hebben jullie tot nu toe gefietst? 35 kilometer. En hoeveel gaan jullie? Ja, we blijven 35. 3 dagen 35 fietsen, hè. Oh, dus hierna zijn jullie klaar? Nee, we moeten nog verder. Hè? Het is toch niet zo. We hebben de 35 niet gefietst. Toch niet helemaal. Het is hier dan de post. Oh, oké. En hebben jullie al een stempel gekregen? Ja, we hebben al een stempel gekregen, ja. En is het leuk? Ja, ja, het is heel leuk en het is lekker droog, hè. En hebben jullie vaker mee? Nee, dit is de eerste keer. Maar gaan jullie volgend jaar meedoen? Ja, natuurlijk. Dat is mooi weer. Ja, natuurlijk. Moeten we wat doen, hè? Ja. Nee, nog veel plezier. Dankjewel. Hoi. Hoi.